We zijn hier vandaag op het Bevrijdingsfestival met een aantal vrijwilligers. Naast mij staat, hoe heet jij? Gerda. Gerda, en jij bent? Jessica. Hebben jullie dit al vaker gedaan, vrijwilligerswerk op het Bevrijdingsfestival? Nee, wel vrijwilligerswerk, maar niet hier. Dit is ons eerste jaar. Ja. En doen jullie dat altijd samen? Dit is de eerste keer, maar ik denk, misschien gaan we het wel vaker samen doen. Ja. En wat maakt het zo leuk? We zijn nog niet zo heel lang begonnen, maar ja, je hoort de muziek en de sfeer en alle mensen zijn blij en vrolijk en je bent zelf lekker bezig. Dus ik vind dat wel gewoon gezellig. Gezellig, ja. Leuker dan slenteren op het Bevrijdingsfestival zelf? Ligt aan waar je staat, denk ik. Was leuker geweest misschien als je bij de mainstage staat, dat je alles een beetje meekrijgt. Maar even leuk. Wat is jouw naam? Roelof Meijer. En doe je dit werk al lang als EHBO'er? Ik doe het 3 jaar als EHBO'er, waarvan dit jaar voor het eerst als inzetleider bij dit grote evenement. En dus, dat is altijd vrijwilligerswerk als je bij de EHBO zit? Bij het Rode Kruis is het altijd vrijwilligerswerk. Het is bij ons alleen zo dat mensen gratis hun EHBO-lessen krijgen, hun kleding krijgen. En is het dan ook vaak zo dat het misschien vrijwilligers zijn die op dat moment niet aan een baan kunnen komen? Wij zijn van de afdeling Centraal Groningen, dus eigenlijk van de stad Groningen. Ja. Groningen is een studentenstad, dus dat betekent dat wij ook best wel veel wat jongere mensen hebben. Die nog gewoon aan het studeren zijn. Daarnaast hebben we ook genoeg mensen die gewoon een 40-urige werkweek hebben. Alleen bijvoorbeeld een kantoorbaan en die dit echt zoiets hebben van hier ben ik eruit en hier kan ik andere mensen helpen en voldoening. Een daverend applaus voor de kinderburgemeester van Groningen. Hier is Joera! Ik ben 12 jaar oud, ongeveer even oud toen Anne Frank moest onderduiken en haar vrijheid moest opgeven. Ik ben kinderburgemeester geworden omdat ik het belangrijk vind om na te denken over de toekomst. Mijn motto is daarom ook niet ik, niet jij, maar wij. Wij zijn de toekomst. Hoi, jij bent vrijwilliger op het Bevrijdingsfestival. Wat doe je zo? Ik loop de hele dag biertjes te tappen voor alle mensen die een lekker biertje willen drinken vandaag. Wat hou je er voor jezelf uit? Heel veel gezelligheid. Een stukje, misschien wel trots dat je op zo'n dag ook gewoon vrijwillig kan zijn. In plaats van dat je zelf in de menigte rondloopt. Je kan gewoon altijd wel wat terug doen voor andere mensen, toch?